Er is niet voldoende opgetreden tegen organisaties die zich niet aan de koers houden die bij wet is vastgesteld. Dit zei minister Arment Gijbersien gisteren in het actualiteitenprogramma Econotori. De bewindsman is van mening dat er nog veel werk aan de winkel is. Bestaat naast banken en Cambio's ook anderen. En er is nu een wet. Waarom wordt er niet opgetreden, minister? Ja, goede vraag. Er zou een stukje handhaving moeten plaatsvinden. Mm-hmm. Er is hier en daar opgetreden, maar in mijn optiek onvoldoende. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Brian Rente, vindt de mening van de minister onbillijk. Hij zegt dat in de realiteit handelaren ook met andere zaken geconfronteerd worden. De voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, Winston Ramautarsing, is het eens met Rente. Hij zegt dat de situatie met betrekking tot de koers complexer is dan de beleidsmakers denken. En dan lijkt het me onredelijk om te vragen aan die ondernemer, die elke dag keihard werkt, om dan te zeggen, ik ga een andere koers hanteren voor het doorberekenen van mijn verkoopprijs dan de koers die ik heb betaald om mijn inputs te doen. Ondanks een wet in handen? Nee, maar de realiteit is dat het overgrote deel van ondernemers die dollars nodig hebben om hun bedrijfsgoederen te betalen en te kopen, dat niet krijgen tegen 16:30. Er wordt nu geld vrijgemaakt. Zie je een mooie publicatie vandaag in de krant van basisgoederen en brandstof die zijn, maar voor een heleboel bedrijven geldt dat niet. Omdat die 1429 een belazerkoers is, wordt niet gedragen door de kracht van de economie. We moeten eerlijk zijn, als we het inderdaad kunnen volhouden, dan zou die koers niet... Waarom zou je op 18 zijn? We moeten ophouden met te zeggen dat het speculatie is. De werkelijke economie draait 1 op 18, 1 op 19 zelf. En dat doen we al jaren. Het is meer dan 1 jaar op dat niveau. Dus de wet gaat niet helpen? Dus het werkt niet. Je kan hem niet omlaag zingen, ook niet omlaag schieten. Het gaat niet lager komen. Ramautarsing vindt dat de samenleving moet weten dat de economische situatie realistisch bekeken moet worden. Hij zegt dat de vereniging de regering tot vervelens toe zal adviseren bij herstel van de economie. Ramautarsing begrijpt dat de regering geen andere optie heeft dan naar het IMF te stappen. Echter vindt hij dat alle belanghebbende organisaties zich moeten bundelen.